Oké, dus je bent een freelancer. Mm-hmm. En je hebt één opdrachtgever die mega veel werk voor je heeft. Als freelancer moet je jezelf particulier verzekeren. Maar ook die VAR-aanvraag invullen. En natuurlijk heb ik meer dan 3 opdrachtgevers, beste Belastingdienst. Maar wat nou als je straks geen VAR-verklaring meer krijgt? Terwijl je helemaal geen zin hebt om vast in dienst te gaan. Moet je dan maar geen geld meer verdienen? Boom! Dit is Uniforce. Een bedrijf dat erkend wordt door de Belastingdienst en het UWV... dat samen met jou een BV opzet en jouw werknemer maakt van je eigen bedrijf. De zogenaamde declarabele uren BV. Huh? Werknemer van je eigen BV? Dit is hoe het werkt. Wij krijgen 20% van de aandelen en benoemen jou tot baas met alle zeggenschap. Zolang jij je houdt aan alle wetten en onze regels voor goede bedrijfsvoering. Zo kun je werken voor wie je wilt en hoe lang je wilt. Zonder VAR. Jij houdt de winst en betaalt ons een vaste maandelijkse fee... waar ook zaken als de Arbo-poortwachter in zitten. En omdat je sociale premies betaalt... kun je een beroep doen op het UWV bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. En dat is VAR. Uniforce. Freelancen als een baas.